Maandag doste Nederland zich in het oranje uit om op Koningsdag de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. Maar ook de verjaardag van koningin Maxima moet gevierd worden, vindt bijna 60% van de Nederlanders. Ze willen dat er voor haar weer een koninginnendag komt. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders in opdracht van supermarktketen Dirk. Ja, ik weet eigenlijk nog niet waarom we het niet doen. Ik zou het eigenlijk leuker vinden zelfs, want koninginnendag dat bekt wat lekker dan dat koningsdag, vind je niet? Omdat zij een hele goede koningin is. Hele lief, hele vrolijk. Ze doet het goed, vind ik. Ik zou alleen maar Koninginnedag willen. Ja, die koning vind ik een beetje saai. En dan de dag na Koningsdag en dan hebben we meteen 2 dagen achter elkaar. De supermarktketen staat midden in de maatschappij en wil gehoor geven aan de wens van de Nederlanders om Koninginnedag terug te halen. Daarom start directeur Steven van der Krocht een burgerinitiatief. Ja, goed idee. Ja, ja, ben ik voor. Heel goed. Perfect. Kan niet beter. Gewoon voor mijn gevoel, omdat ik Koninginnedag mis. De ondervraagde Nederlanders weten ook al precies hoe het feest van de koningin gevierd moet worden. Een vrijmarkt, openluchtconcerten en iets doen voor het goede doel worden genoemd. Maar de helft van de ondervraagden kiest voor een vrije dag. Om te beginnen in de zomer vieren, nog warmer, nog lekkerder weer. En dan allemaal in onze bikini en zwembroek feesten. Op de dag van de vrouw, iets meer fashion en in teken van Maxima. Vooral niet werken, dat is het leukste. Ja, iedereen vrij, 2 dagen vrij. Vandaag ervoor, eentje voor de dag daarna. Vooral niet aan het werk, een extra vrije dag. Heel belangrijk, ja. Er moeten minimaal 40.000 handtekeningen worden opgehaald om het initiatief op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Voorstanders kunnen tekenen op www.dirk.nl/koninginnedag.